Vanaf eind februari publiceert Gazet van Antwerpen een speciale reeks over de Turnhoutse baan in Borgerhout. Alle facetten van die diverse baan moeten daarin aan bod komen. De ondertitel van onze reeks heet Turnhoutse baan, de hele wereld in één straat. En dat is juist het hele bijzondere aan de Turnhoutse baan. Alles wat met stadsleven te maken heeft en wat met een divers stadsleven te maken heeft, dat gebeurt daar. Je hebt daar mensen uit de hele wereld wonen. Je hebt daar hele hippe galeries en leuke cafés. Je hebt daar verloedering en leegstand. Je hebt daar een enorm mobiliteitsdrukte, maar ook een mobiliteitsprobleem. Alle problemen en alle geneugtes van de stad komen daar eigenlijk samen. De Gazet van Antwerpen zal over de Turnhoutse baan ook verschillende videoreportages maken. We gaan ook een hele videoreeks maken op de website, waar we ook wandelingen gaan maken over de Turnhoutse baan en ontmoetingen gaan organiseren met alle bewoners en mensen die daar werken en actief zijn. Dat zal maar deels overlappend zijn. Dat zal eigenlijk een heel aparte videoreeks worden, waarin heel veel mensen aan bod zullen komen. Met heel veel portretten. Je zult vooral heel veel fijne mensen ontmoeten, denk ik, en interessante mensen. Als afsluiter organiseert Gazet van Antwerpen op woensdag 2 maart in en samen met de Roma een groot buurtfeest voor de bewoners van de Turnhoutse baan en omgeving.